Hallo amigos en welkom bij een nieuwe game video van All These Games. En vandaag gaan we verder met PM 75 nummer 61. Hoi. Hype. Dansen jongens, dansen. Nee, grapje. We gaan niet dansen vandaag. We gaan lekker survivalen. Of nou ja, lekker kletsen met jullie. En een beetje durpen op dit mooie eiland van PM Server Survival. Als je niet weet wat voor serie dit is PM Server Survival. En in deze serie gaan wij elke dag om 7 uur, of nou ja, ik zal het zo eventjes uitleggen waar Bo is. Gaan wij elke avond survival om 7 uur. En dan hebben we ook de reactie van de dag. En de reactie van de dag is van Luna Vuursteen. Wat heb je een mooie achternaam trouwens. Vuursteen. Vind ik hartstikke leuk achternaam. Ik weet niet of het achternaam is of gewoon een iets of zo wat je erachter moest zetten of zo. I don't know. Maar Luna die zegt, ik ben er terug van 10 dagen vakantie. En ik kon dus 10 dagen niks kijken van al die games. Ik kwam gisteren terug en heb gisteren een hele marathon gehouden van alles wat ik heb gemist van al die games. XD. Nou, is het zo grappig? Nou, ik weet niet of het grappig is. Nou, ik vind het wel leuk dat je een hele lekkere marathon hebt gehouden. En dat merk ik ook aan de mensen in de comments bijvoorbeeld. Ik zie wel soms van die gezichten zo, want die zie je altijd in de comments. En die zijn bijvoorbeeld nu ook op vakantie. Dus ik wens die allemaal nog een hele lekkere vakantie toe. Kom je lekker naar boven, zombie? Denk het niet, hè? Nee. Oh, ik hoor allemaal trouwens lava. Best wel eng. Oké, het zal wel. Hello there. Godzie mikken. Hij heeft een bloemetje vast. Wat een gekkerd. Blijf van onze bloemen af, joh. Ja, nu is het bloemetje weg. Wat zit nou weer voor gek? Oké. Oh ja, ik zou even zeggen waar Bo is. Jullie kunnen misschien gaan zeggen van... Bo is zeker moe of zo. Nee. Bo is lekker bezig met inplannen voor haar vakantie. En wat is inplannen voor haar vakantie? Bo gaat natuurlijk zondagochtend, zei Bo's moeder. Want ik ben net nog bij Bo geweest. Want we hebben Venmel opgenomen, heel veel. Heel gezellig voor Venmel, maar dat wilde ik even niet zeggen. Ondertussen gaan we eventjes de worteltjes boven doen. De worteltjes verzorgen. Bo is aan het inplannen. En wat is inplannen? Inplannen is zeg maar video's maken en dat klaarzetten voor de upload. Als zij op vakantie is. Want zondag gaat zij op vakantie. Gaat ze lekker 10 dagjes. Maar liefst naar Duitsland. Ze slaapt ook in Duitsland. Ik bedoel Italië. ik zeg het weer verkeerd. Kan ik daar deze nou ook pakken? Nee hè? Nee, joh, ben je gek? Ben je mal? Er zijn vandaag heel weinig worteltjes klaar. Kijk eens aan. Nou, oh, oops, oké. Zo. En daarvoor maken ze video's klaar. Zodat ze die allemaal kunnen uploaden als ze op vakantie is. Ik kan weer niet spreken. Merk je het? Oh jee. Dus dat, daarom is Bo er even niet. Ze is wel lekker bezig met video's. Maar ja, ze had even geen tijd hiervoor, want ze was net bezig, zei ze. Toen ik vroeg, kun je eventjes survival doen? Nope. Ik ben bezig. Nou, dat geeft helemaal niks. We gaan verder met... we gaan niet met die skeleton verder. We gaan verder met de herinnering van de dag. Helaas hebben wij op de vorige survival van gisteren niet de 500 likes gehaald. Dus dat betekent dat we helaas geen herinnering gaan vertellen in deze video. Want wij doen altijd bij de 500 likes vertellen wij een leuke herinnering van vroeger. Bij de 500 likes op de video van de dag daarvoor. En dan komt het in de volgende video. Dus bijvoorbeeld als deze video 500 likes haalt, dan vertellen wij in de volgende survival. Dus van morgen om 7 uur 's avonds. Vertellen wij een leuk verhaaltje van vroeger. Want we hebben allemaal herinneringen van vroeger wat wij allemaal vertelden. Maar helaas hebben we niet die likes gehaald. Dus dat betekent ook geen herinnering. Dus vergeet niet even een duimpje omhoog te doen. Doe het nu eventjes. Want dan ben je er gewoon helemaal zeker voor. Ook al vind je het niet leuk. Dat doe je toch gewoon niet. Nee, doe het gewoon maar wel. doe het dan maar voor de rest. Voor de andere mensen die het wel willen horen. Want dan vertellen wij natuurlijk een herinnering van vroeger. Van voor morgen. Zo, kijk eens aan. Ik heb al mijn riedeltjes weer verteld. Goed hè, goed bezig. Oké, jongens, het is heet in Nederland. En misschien zie je het al hier. Hier staat een lekkere knoepert van een ventilator. Nou, die zit lekker te draaien hoor, maar nu even niet. Anders hoor ik nu dit. Zal ik het gewoon aanzetten? Hier, hoor dit. Hé, wacht, hij wil niet. Kijk eens. Zo. Hey! Ja, ik weet niet of jullie het horen, maar het is gewoon vet hard. Ja, volgens mij horen jullie het wel hè. Even kijken hoor. Hij is uit. Zo. Kijk eens aan. Dus nu moet ik even pijn lijden met de hitte in mijn kamer. De hitte van mijn computer. De hitte van de zon. I don't know. Het is gewoon een beetje heet hier. Oh, dat zei ik vet hard. Oké, wat we kunnen doen. Jullie zeiden heel, heel goed in de comments van je kan beter die
schapen Rose Red geven. Want daardoor hou je meer Rose Red over. Dus dan kan je dan kan je deze gewoon scheren en dan heb je dat gewoon. Dus ik hoop dat dit werkt. Als het niet werkt, dan sla ik mezelf. Yes! Yes, baby! Oh, dat is een mooie, mooie rode kleur. Oké. Ondertussen, we gaan eerst even lekker slapen. Lekker even slapen. Zo, want het is weer pikkerdonker en het regent nog lekker. Ik heb het regengeluid trouwens uitstaan. Vind ik best wel vet vervelend. Oh nee, kijk nou, we hebben geen dak. Of nee, ja, kijk. Waar ik slaap, is het dan weer droog, hè? Dus we gaan lekker liggen. Lekker even slapen. Op skeetjes. There we go. Oké, nou, is het weer dag en het regent nog steeds. Verdomme zeg. Wat een randebielen. Oh jee, oké. Ik krijg nog steeds de vraag van, of nou, ik zie het gewoon in de comments bij onze survival video's. Van, waarom is er niemand op de server? Hoe kunnen jullie op de server, terwijl ik dat niet kan? De server, dat wordt allemaal aangewerkt voor PM Server 5.0. Maar er zijn wat probleempjes geweest met de database en alles. En nu is de survival... De Survival Islands, dus van de YouTubers die je allemaal opnemen hier, is even op een andere server gezet. Waardoor wij hier op deze server zeg maar wel kunnen. Terwijl hier niemand is. Want ik zit hier in mijn eentje. Dus dan weten jullie dat ook weer eventjes, als jullie dat niet wisten. Oké, wat wilde ik gaan doen? We gingen die schaapjes zoeken hier. Dus dan gaan we dat even doen. Jongens, ik ben wel eens benieuwd. Wat hebben jullie vandaag allemaal gedaan? Want het is nu 7 uur of later. Of jullie kijken het 's nachts of zo. Dan hoor je te slapen. Ik weet, je kijkt dan in een bedje. Wat zeg ik nou weer? Hier zit een schaap! Jongens, ik heb een schaap gevonden. Kijk nou, ik word helemaal excited en hyped van een schaap. Het is wel heel erg. Oké. Zo. Wat hebben jullie vandaag allemaal gedaan? Typ het lekker in de comments. Ik vind het hartstikke leuk om te lezen wat jullie allemaal in een dag hebben gedaan. En dan nemen we deze schaap even lekker mee. Kom, chop. Kom, verdomme. Nee, je gaat niet vervelend doen. Anders val je maar naar beneden. Ja, go. En toen was het schaap dood. Oh, jongens. Oké, ja, maar we hebben wel een wolblokje. 1. Nou, jongens. Dit is... Wacht, we moeten wel eventjes deze schaap... We moeten even mooi begraven bij de hond. Want, nee, die staat er niet meer, hè? We hadden in Survival hadden ook een hond. Dat was de enige hond ook. Zat hier nou een kip? Oh, nee. Dat was de enige hond. En die heette Pogo. En die heb ik toen vermoord. Oeps, I did it again. Na. Oké, zo. En dan moeten we even een bordje maken hoor, voor de arme schaap die viel. En toen hadden we ook een graf gemaakt en alles voor, maar volgens mij is het nu helemaal weg. Ik weet niet meer waar dit staat. In ieder geval, zo, kijk eens aan, ik heb mooie bordjes. Dus wat hebben jullie allemaal gedaan vandaag? Laat het even lekker weten. En dan doen we zo eventjes rip schaapje. Zo, oké. Nou, wat heb ik vandaag allemaal gedaan? Ik ging pas om 2:30, 2:30 s'nachts ging ik slapen. Trouwens, er zitten nu toch geen kinderen meer op school, hè? Want ik heb wel eens comments gezien van... Roy, jij hebt al vakantie. Of Bo, je hebt al vakantie. En ik zit nog op school. Volgens mij heeft iedereen nu wel vakantie. Anders weet ik het niet meer. Als je nu op school zit... Holy hell. Dan weet ik het niet meer, hoor. Oké, wat zullen we even doen? We gaan schaapjes opzoeken. En we hebben wheat bij ons, dus het komt helemaal goed. Oké. Oh, wacht. We moeten eerst... Oh, hier kunnen we niet... Wacht, zal ik dat even terugzetten? Dat is ook wel even fijner voor ons. Kijk, want dat was ons grapje. Helaas was dat mislukt. Eigenlijk, weet je wat we eigenlijk moeten doen? Eigenlijk moeten we alleen dit trapje laten zitten toen. Nu. En dan doen we toch het gat weer. En misschien valt ze weer. Zullen we het gewoon doen? Ja. Ja, we gaan het doen. Oké. Deze trappen moeten weer allemaal weg. Behalve deze twee. Zo. Oké, ik kan dat niet. Ik doe het echt vervelend moeilijk. Zo. Oké. Maar ik sliep dus om 2:30 pas of zo. Het was best wel vet laat eigenlijk. Mijn moeder kwam nog aan de deur zo van... Roy, slaap nu alsjeblieft. Beetje laat nu. Dus, maar ik was nog aan het editen en lekker aan het bebben en beppen. Met allemaal mensen op Teamspeak. Kijk, nu lijkt net als Bo daar naar beneden gaat, hè. Lijkt net alsof ze gewoon naar beneden gaat. Maar dan gaat ze in het gat. Shh. Misschien trappen ze er vandaag wel in. Of nou ja, morgen dan. Oké, zo. Kijk eens aan. En ik sliep pas vet laat. Ik kwam... Hoe laat kwam ik aan mijn bed? Hoe laat was het? 11:00 of zo. Mijn moeder die is bezig met de vriend. Heet het, bezig met verf en alles. Dus die zijn vet vroeg al op. Omdat het anders zo heet wordt en alles. Die zijn lekker aan het verven en alles. Oh, wacht, we gingen schapen zoeken. Ik weet soms gewoon niet wat ik ging doen. Echt slecht. Oké. Maar, wat heb ik gedaan? Ik heb vet laat ging ik ontbijten. Vet laat ging ik alles doen. En toen ben ik naar boven gegaan om 2:30. Toen, wat heb ik toen gedaan? Toen hebben Bo en ik fanmail opgenomen. Dat hebben we gedaan.
Zo, Roy, wat moeilijk, hè? Je hebt het net nog gedaan. Ho, dat vergeet je snel. Ja, we hebben lekker femmen opgenomen, want Bo gaat natuurlijk op vakantie. Ik zie een schaap en een koe. Holy moly, dit is een jackpot. Hebben we femmen opgenomen. Heel veel, best wel veel. Wat natuurlijk wel heel gezellig was. Het was heel leuk, hoor. Ik vind het hartstikke leuk om jullie fanmail te lezen en alles. Als je nou ook fanmail wil opsturen, het adres staat ook in deze video, altijd in de beschrijving. Moet je even doorscrollen of zo. Ergens staat dat wel. Staat de naam daarvoor. Schaap, jij komt nu. Oké, hier. Kijk eens, steek over. Alsjeblieft. Oké, wacht. Weet je wat we dan doen? Dan linken we deze. Oké, deze zwemt wel. Oké, maak alsjeblieft een klein schaapje. Niet dat hij verdrinkt. Oké, kom hier. Jongens, goed zo. Hij loopt mee. Hij loopt freaking mee. Nee, die koe hoeft niet mee. Ik hoef jou niet. Ga alsjeblieft mee. Kom. Deze knoepert ook. Uit het water. Kom, alsjeblieft. Oké, ik ga gewoon lopen. Die schaap, flikker op. Koe. Ja, ren maar lekker weg. Oh, hij is uit het water. Alleen die nog niet. Oké, we hebben er twee. In ieder geval hebben we wat. Kijk eens aan. Oké, doen we het zo. Dan gaan we zo even lopen. Yes! Oké. En toen hebben we lekker fanmail opgenomen. En ik heb cadeautjes weggegeven. Weggegeven. Die ik mee had uit Londen. Voor de mensen die willen weten wat dat was. Dat zag ik ook in de comments. Ik had voor Sam, voor Bo's broertje, had ik, die is helemaal gek van Minecraft. Had ik een Minecraft handboek gegeven. Was van de makers ook van Minecraft volgens mij. Het was een heel mooi boek. En je hebt verschillende versies daarvan. Dan heb je bijvoorbeeld Redstone handboek. En craft handboek en alles. En van alles. En ik had de combat boek gegeven. Dus echt voor vechten en alles. Dus dat was wel leuk. Oh, wacht. Natuurlijk moet ik wel dit doen. Zat je nou lekker dat ze vreten, joh? Oh nee, nu komen ze niet meer. Kom alsjeblieft. Please. Oké, wacht. Ik maak ze eerst wel even rood. Dan is het even beter. Zo, kijk eens aan. Kleine rode knoepert. Hoppakee. Kom alsjeblieft nu wel. Ja. 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 Ja, kom er in een hokje. Kijk, jongens, ik ben trots op mijzelf. En Bo is denk ik ook wel trots op mij. Nee, nee, nee! Moet je weer bij je moeder zitten? Heeft hij nou die fakkel gepoept of zat hij er al? Anders dan weet ik het echt niet meer. Oké, kom alsjeblieft. Ja, ja, lekker dan. Lekker dan. Ik heb er twee vast aan het lijntje. Oké, kom hier. Kom hier. Ja, ja, ja. Oké, kom nu. Nu even nog niet grote. Oké. Blijf, hè? Blijf. Oké, blijf. 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 Holy damn. Ik ben trots op mezelf. Ik hoop dat je ook trots op mij bent. Oké. Jongens, we gaan even wat leuks doen. Gisteren had ik in een video... dan zie je altijd, halen we de 500 likes. Typ dan een woordje wat eronder stond. Dat doe ik al vaker. En dan typ je dat allemaal in de comments. Maar nu doen we het eens een keer anders. Voor de kijkers die nu nog steeds kijken. Het woord voor vandaag is... granaatappel. Ja, waarom? Omdat hier een flesje granaatappelsap stond. Granaatappel is vandaag het woord. Dus als je nu nog kijkt en jij typt granaatappel in de reacties, dan weet ik nog, dan weet ik dat jij vanaf nu nog steeds kijkt. Hey, dat is leuk, hè? Dat is wel leuk eigenlijk dat we dat doen. Dat vind ik leuk. Oké, we hebben drie schapen daar. We moeten eventjes een freaking shears fixen. Ik heb geen iron. Dat is een beetje een bummer. Dus ik hoop dat we hier nog wat hebben. Hebben we hier gewoon geen shears in of zo? Nee. 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 Niet leuk, Roy. Oké, we hebben hier nog 15 wol. Dus dat is ook wel goed. Dat kunnen we dan veranderen in rose red. Rose red wood. Ik vind die rode kleur hier van die schaap vind ik echt heel mooi. Mooie rode kleur. Wacht, we kunnen wel een beetje weghalen zo. Zo, kijk eens aan. Ik heb er vier. Oh, ze heten poppies. Hier, kijk maar. Poppy. Oké, wacht. Oh, dat kan ik gewoon... Wacht, er zit hier wel in, hè. Ik zal eventjes pakken. Zo. Dan doen we ze zo. En dan doen we de rose red. Oh, wacht. Moet ik eerst even rose red zo doen. Hoppakee, vier. Dit is wel een beetje niet zuinig, maar we hebben er wel vier nu. Kijk, stoppen we die even erin, zo. En dan gaan wij in de volgende aflevering... gaan wij lekker aan het wol werken... Misschien pranken we Bo nog morgen eventjes. Ik hoop dat Bo dat niet heeft gezien of zo. En dat Bo's broertje dit ook niet ziet en gaat doorzeggen. Want kijk, anders val je er zo in. Kijk, kijk, het trappetje. We kunnen gewoon naar beneden. En dan valt Bo zo naar beneden. Dat zou wat leuk zijn. Eigenlijk weet je wat we moeten doen dan. Als ik hier dan ook even heen ga en ze gaat naar beneden. Dan merk je van,
Roy heeft weer wat vervelends gedaan. Dan hakken wij dit laddertje weg en dan kan ze niet meer weg. Oeh, dit wordt wat. Dit wordt leuk. Jongens, bedankt voor het kijken. Voor PM Server Survival. Vergeet niet het duimpje omhoog te doen. Want bij de 500 likes op deze video gaan we natuurlijk de herinnering van de dag vertellen. Morgen in de PM Server Survival. Dag nummer 62. Elke keer als we bij het eind zijn van een survival, zeggen we dat we nog taart moeten maken. En ik wil het nu weer zeggen. Oh, jongens, bedankt voor het kijken. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen als je het leuk vond. En laat een reactie achter in de comments voor de reactie van de dag. En natuurlijk het geheime woord van deze video. En dan zien we jullie, of ik zie jullie weer de volgende keer weer bij PM Service Survival. Dag nummer 62. Jongens, bye bye. En ik ga nu de ventilator weer aanzetten. En vergeet niet je verhaaltje van wat je vandaag allemaal hebt gedaan in de comments te zetten. Vind ik leuk. Ja? Oké, bye bye.